Het is meer dan 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Hier in het Haagse gemeentearchief liggen de verhalen van de bezetting en bevrijding opgeslagen in documenten, film en foto. Ik vond er onder andere de dagboeken van gerespecteerd bioloog en docent Bram Schierbeek, die in een bewogen en persoonlijke stijl schrijft over zijn bevindingen en die van zijn gezin. In 10 korte afleveringen ga ik vertellen over een aantal gebeurtenissen die onze stad overkwam. En daarbij zullen de dagboeken van Schierbeek steeds als een rode draad opduiken. We gaan nu kijken naar een kort fragment van een Amerikaanse propagandafilm. Dit is het guerrillaleger. Dit is de geschroeide aarde. Dit is het rode leger. Dit zijn soldaten. Dit zijn de redenen waarom de Duitsers, ofschoon zij 1,25 miljoen vierkante kilometer grond hadden veroverd, niets hadden dan grond, naakte grond, geschroeide aarde. Dit zijn de redenen waarom na 5,5 maand blitzkrieg, na het doel bijna bereikt te hebben, de Duitsers werden tegengehouden vlak voor de poorten van Moskou. Dit zijn de redenen waarom, hoewel Hitler gezworen had dat voor december de swastika over het Kremlin zou wapperen, december kwam en geen swastika over de Russische hoofdstad woei. De Duitsers hadden een probleem. Ze hadden massa's troepen nodig om te vechten aan het oostfront. Maar men moest ook een eventuele invasie uit Engeland het hoofd kunnen bieden. Hitler kwam met een plan. Door een snoer aan te leggen van bunkers, geschut, mitrailleursnesten en versperringen van Noorwegen tot aan Spanje, zo'n 6200 kilometer, probeerde men het gemis van manschappen te compenseren met vuurkracht komende uit een muur van beton en staal, de zogenaamde Atlantiekwal. Deze muur zou uiteindelijk het uiterlijk van onze stad ingrijpend veranderen en een hoop persoonlijk leed brengen. We werden een Stützpunktgruppe, een vesting van verdedigingswerken om de geallieerden te weren van de stranden. Deze tankmuur bij de Waalsdorpervlakte was een onderdeel. Een onderdeel van de verdediging was een tankgracht. Die begon in Kijkduin, dwars door de buurt van Schierbeek, hier de Verhulststraat, om via versperringen en een tankmuur, via Zorgvliet, Scheveningse Bosjes, te lopen helemaal naar de tankgracht in het Haagse Bos. Vanaf deze plek is precies te volgen hoe de tankgracht liep. Vaak kregen bewoners pas zeer laat te horen dat ze hun woning moesten verlaten. 1 dag om in te pakken, 1 dag om te verhuizen en de huissleutel in te leveren. En daarna kon de sloopkogel zijn werk doen. Alleen de mensen die hier nodig waren om de vesting draaiende te houden, mochten hier blijven wonen. De rest moest onderdak zien te vinden bij vrienden, familie of werd zelfs ingekwartierd bij vreemden. Als er geen woningen beschikbaar waren, moest men de stad verlaten. Met bakfietsen, wat leerlingen en verhuizers gaat de inboedel van Schierbeek voor een gedeelte naar Diligentia, waar hij voorzitter is. De rest van de inboedel wordt overgebracht naar de Van Diepenburgstraat 92, wat zijn nieuwe woonadres is, hier in Benoordenhout. Vanaf 1942 werden de meeste departementen en overheidsinstellingen in verband met de aanleg van de Atlantiekwal
verplaatst naar het midden en het oosten van ons land. Naar plekken als Amersfoort, Zutphen, Utrecht. Bij een verovering van Den Haag, zo dacht men tijdens een invasie, zou namelijk het hele Duitse bestuursapparaat in handen vallen van de geallieerden. Alleen Seyss-Inquart mocht in Den Haag blijven van Hitler. Duitsland moest natuurlijk wel zijn onverzettelijkheid blijven tonen met Den Haag als centrum van de macht. Wel moest Seyss goed beschermd worden en kreeg daardoor zijn eigen vesting hier in Klingendaal, waar hij resideerde, in het landhuis achter mij. Ook kreeg hij een enorme bunker, een commando-schuilbunker die vermomd was als boerderij. Vanwege de aanleg van deze vesting moest 80% van de bewoners de wijk verlaten. Waaronder Schierbeek, die wederom moest verhuizen en kwam te wonen aan de Juliana van Stolberglaan nummer 9. De sloop en aftakeling van gebouwen ten behoeve van de Atlantikwal was enorm. Gehele inboedels en bouwmaterialen werden opgeslagen of verdwenen door plundering of werden gebruikt voor herstel aan gebombardeerde Duitse steden. Parken en bossen werden gerooid voor de behoefte aan hout. En bovendien werden huizen afgebroken om vrij schootsveld te hebben. Na de oorlog blijft Scheveningen een tijd lang verboden gebied vanwege de achtergelaten mijnen en munitie. Ook begint men met de afbraak van de Atlantikwal. Bunkers, versperringen en obstakels worden verwijderd om de badplaats weer toonbaar en veilig te maken. In 1946 gaat Scheveningen weer open, na 4 seizoenen te hebben stilgelegen. Nog steeds zijn overal de restanten van de Atlantikwal te vinden.